Ja. Ik ben kaal. Alright mensen, deze video gaat over eigenlijk WhatsApp allemaal en ja, waarom ik kaal ben. Ik bedoel, yo, op een of andere manier vinden kijkers het lastig dat ik nu een kale man ben, omdat ik weinig haar heb in ieder geval. En op een of andere manier vinden kijkers het helemaal zo wild dat ze 100.000 keer vragen, deel, waarom ben je kaal? En ik dacht van, dude, elke stream, elke video weer moet ik reageren van nou, dat heb ik gewoon gedaan omdat ik gewoon mijn haar heb geschoren of mijn haar eraf heb laten halen door een kapper. Maar op een of andere manier, mensen begrijpen het niet helemaal. Ik snap die hele vraag ook niet, maar oké, bij deze ga ik er zelfs een video over moeten maken over het feit dat ik kaal ben. Joehoe! Zaar! Of zo, weet ik veel. Oké, voor de mensen thuis. Nee, 1. Ik snap jullie misschien jullie concern. Maar nee, ik ben niet ziek, ik heb niet kanker, ik heb geen chemotherapie gehad. Je haar is lelijk, ik weet het, dude. Ik wil mijn haar gewoon eraf. Het is niet heel erg lelijk, het staat me gewoon niet zo goed. I know, dude, I know. Maar weet je, ik heb ervoor gekozen en je mag je mening best geven. Maar heel simpel, ik heb niet gevraagd om je mening. Maar jij mag het best lelijk vinden. Ik bedoel, oké, moet je helemaal zelf weten. Waarom heb je geen haar, deel? Ja, waarom heb jij wel haar? Omdat jij ervoor gekozen hebt, toch? Omdat je hoe je haar wil groeien. Nou, ik heb gekozen om haar lekker kool te scheren. Ik weet het niet, ik was mijn haar gewoon zat. Nou, waarom uiteindelijk dan? Waarom was ik dan mijn haar zat? Nou, heel veel mensen weten dat al. Ik begon inhammen te krijgen ook. En mijn haar begon er een beetje, het begon er niet zo goed uit te zien meer. Ik bedoel, ik vond zelf als ik mijn video's terugkreeg, dat mijn haar gewoon niet goed zat. Het was gewoon niet helemaal oké. Ik was er niet tevreden mee. En ik zat er al een tijdje mee van heel dag. Heel lang denk ik al van, yo, deel, laten we gewoon je haar in één keer bleep, kaal scheren. En al 3 keer heeft de kapper gezegd van, doe maar in de zomer, doe maar in de zomer. En dit keer, ik was het gewoon zat. En ik dacht van, weet je wat, ik pak lekker die tondeuze. Nou, een kapper dan. En ik dacht van, weet je wat, doe het er maar overheen. Standje 1, gewoon helemaal weg, weg ermee. Ik wou gewoon lekker kaal. Dus bij deze ben ik dus nu gewoon kaal, yo. Ik bedoel, het voelt heerlijk. Heel veel mensen weten niet hoe heerlijk het voelt. Mensen hadden druk, gel in de haartjes, ik niet. Ik word wakker. En mijn haar is ready to go. I know, op webcam ziet er ook nog slechter uit. Maar het baart me helemaal niet zoveel uit. Ik bedoel, ik vind het zelf heerlijk. Heerlijk zo'n kort koppie. Maar echt, dit is echt de meest stomme video, denk ik, die ik ooit gemaakt heb en ooit zal maken. Maar, lieve kijkers, ik ben dus kaal omdat ik ervoor gekozen heb. Dus bij deze, jongens, hopelijk is jullie vraag beantwoord. Hoef jullie niet meer te vragen, deel, waarom ben je kaal? Well, now you know, ik ben kaal omdat ik het gewoon graag wilde. En ik ben er happy mee. En jullie moeten er maar even tegenaan kijken, dat ik mijn haar weer terug heb. Dus geef het een maandje en dan is mijn haar weer terug. Dat was deze video. In ieder geval, dan weten jullie het. Op een of andere manier moest ik deze video maken. Want heel veel kijkers zeiden, oh, waarom ben je kaal? Well, now you know. Je vindt het lelijk, je vindt het mooi. Whatever, dude. I don't care. Lieve kijkers, bedankt voor het kijken. Doe lekker een duimpje omhoog achter. En, deed ik veel. Thanks voor het kijken naar mijn kale koppie. En kijk lekker de volgende video. Peace.